Zo, daar zijn we dan. Helemaal in the middle of nowhere. En het is een klein stukje lopen door het riet, maar dan kom je er wel. Kijk, ik ga het jullie even laten zien. Hier zijn we dan. En hier heb je toch echt een mooi verstopt stukje, hoor. Kijk dan. Hier kan je tent kwijt. En niemand die je ziet, alles wordt omgeven door riet. Nou, geweldig. Hé, dat rijmt. Rapper Daniel. En kijk eens even, jongens. Een nieuw avontuur. Het begin van het avontuur, laat ik het zo zeggen. We zijn hier nog nooit eerder geweest. We weten niet wat we kunnen verwachten. En ik heb er zin in. Ik ga rustig de spullen opbouwen. Ze staan allemaal hier. En ja, kijk. Dit wordt geweldig, jongens. Ik zie jullie zo. Zo. Ik heb echt net mijn tentje opgebouwd. Kijk, de spullen staan. En daar heb je hem, hoor. De man, de man. Andrew! Ja. Hey! Hey, pikkenbaas. Goed dat je er bent, man. Ja, hè? Kijk eens even. God. Het staat niet eens op Google Maps, hè, dit water, hè? Nee. Nee, ik zie de locatie neer, maar je kan het niet zien. Voor mij zag ik het wel. Maar ja. Oh, dat is dan iets minder. Wat vind je ervan? Eerste impressie. Nou, ik heb het al gevonden. Ik heb 3 kwartier gefietst. Ja, nou, het is ook al vrij laat. En Wietje komt dadelijk. We gaan even iets leuks doen. Aha. We gaan iets leuks doen. Maar, voor de rest. Ja, jij wilt zeker op de hoek vissen, hè? Ja. Ik ook, dus gaan we lekker steenpjes graven. hey, ik ben hier met Daniel Tieding. Daniel Tieding. En ik ben hier met Chitte Fenderski. DEW Fishing Team. Ja, we zijn er. Jongens, kijk eens even. We zijn er. Nieuw. De grootste en zwaarste selfie-stick aller tijden. Het is niet normaal. Oh. Maar hij doet het wel, jongens. Hey, luister, we hebben alles een beetje opgebouwd. Chitter's tent staat uiteindelijk. Ja. Stoer gestaan. En nu? Is het tijd om te vissen. Kijk, ik heb tegenwoordig een goedrouw die kan dubbelvouwen op het moment dat de hengels erin zitten. Ja, dat is ook nieuw. Ja, dat is gewoon nieuw. Dat kan gewoon. Maar nou hebben we dus. Chitter heeft altijd als goed als voer meegenomen. Ja. Oh. De Instant Action Coconut Cream. Wat is dat? 2,5 kilo, dat is knollenvoer. Maar, ja, ik verwacht echt, Daniel zegt dit is echt een mooi putje. Het is ook echt een mooi putje. Maar ik denk toch gewoon dat het Westlandse knollen worden. Nee. Oké, we gaan het want zien. We zijn niet helemaal in Westland, hè? Dus nee. Geen knollen vandaag. Een prachtig water, zoals jullie zien. Maar ja, het is één plek die ik en Daniel allebei willen bevissen. En dat is die plek. Dus Daan, kom maar op. Steen, papier, schaar. Tot hoeveel gaan we? Tot 1. Tot 1. Oké, steen, papier, schaar. Nee. Mannen! Nee. Hij gaat nu die dikke vis uittrekken. Ik ga die dikke van. Wat is er, jongeman? Nou, helemaal kut. Jij hebt natuurlijk weer de goede plek. Ik ben nou weer helemaal klaar. Ja, natuurlijk. Nee, luister, maakt niet uit. Ik ga alsnog die vis vangen. Maar jij gaat weer een grote vis op die plek vangen. Ik weet het alweer. Zo, maar je hebt wel een mooie snor. Ja? Ja, hij is weer helemaal blond, hè. Dat is even nieuw. Even in de mode. Maar hij gaat eraf, hoor, binnenkort. Ja? Geen zorgen. Voor de meisjes. Nou, we zijn nog geen 2 minuten verder en dan heeft die jongen het net over de hengels uitpakken en steenpapier schaar wie er op de hoek mag vissen. Maar vervolgens, als de camera uit is, ja, daar zit hij, hoor. Met zijn beurretje. Ja, wat moet. Wat moet. Ik heb een uur gefietst al 7 uur, dus het moet gewoon eten. Zo, jij hebt een dikke t-shirt aan. Ja, zo. What the fuck? Zo, David Fish Team. En een lekker beurretje erbij. Maak je er ook even voor mij? Ben gek. Nou, begint er steeds meer op te lijken ondertussen. De hengels worden beaasd. We zijn lekker bezig. Chit heeft een mooie zak voer opengetrokken. Raak na. Zo. Moet je raken. Zo. Doe het zo. Oh, hier. Ja, hoor, kijk eens even. De montages zijn klaar. Bij de snowman systeem. En jij, meneer, met zijn burgertje. Hij wordt koud, hè? Ja. Laat ze even zien. Kijk dan, vast loodsysteem. Ziet er keurig uit. En waar gaan we gooien? Op het hoekje. Nou, dan, jij hebt hem geklipt toch, of niet? Ja. Best, doe jij eens even je ding. Kijk. Ja, perfect. De baas. Lekker, man. Ben je tevreden? Kijk, netjes. Semi-slap. Sowieso. Wat top heb jij tegenwoordig, meneertje? Nou, dit is heel belangrijk. Ik zie dat je 3 mist. 3? Nee, dat is maar 1 dingetje. Eentje? Eentje maar. Oh, netjes. Want ik had dus een hengel met 3 ogen erop. Toen had ik deze weer gevonden in de schuur om andere dwarven. Daar heb ik dus kapot de top van afgeknipt. En nu is die wel wat korter, maar hey, hij vangt gewoon nog vis. Baas. Dus. Ja, toch? Ik ben benieuwd. Oh, en Chit, ja, zeker weer brengen zoals altijd. Ben je gek? Moet je zien. Kijk, ik pak de karper en dan is het boom. Super. En dan? En dan doet hij. Dan krijg je.
Even rustig. We zien daar Chit & Stack. En we zien daar een beetje beweging, rumoer, opheffing. En we denken natuurlijk dat dat een brazen is. Dat kan niet anders. Dit gaat hem worden, jongens. Die grootste brazen van het meer. Eindelijk. Het is eigenlijk zijn eerste tijd van het jaar. Ik hoop het zo. Ik ben helemaal spannend. En wel mooie trui. Mooie shirt. Oprecht. Wiet, wat ben jij hier aan het doen? Ik kom hier voor de fotoshoot. Voor? De systeemkamer bij me. Voor wat? Fotoshoot voor Dave Fish Team. Dave Fish Team. Kijk eens. Sinds wanneer zijn ze te bestellen? Sinds binnenkort. Nee, ja, sinds nu. Sinds nu te bestellen. En de man, hè. De link staat in de beschrijving hieronder. Gewoon via Instagram of Facebook. Lekker kontje, kom op, schud hem. Schud hem voor die meiden. Daar schud je ook je kontjes. Leuk doen hier zo met de diepe, heeft hij meegenomen. Onze nieuwste aanwinst. Komt hij vertellen, even uitleggen hoe het werkt. Gooit meneer hem twee keer uit en heeft hij nu de diepe in de borstjes gegooid. In de boom. Sinus Bunga, oké, daar gaan we dan, jongens. Oké, kom maar. Hopelijk. Anders mag je zo. Oh, lekker. Hey, we kunnen wel meteen even demonstreren hoe het werkt. Ja, laat eens even zien. We hebben hier een mooi balletje. Balletjes, daar hou je wel van, hè? Pulsie. 1, 2. De telefoon ligt op de stoel. Pons. En dan gaan we eens even demonstreren hoe het werkt. Ja, schiet eens even op. Nu is dit niet het beste voorbeeld. Ik word gebeld door mijn chickie. Auw, dat is geen chickie, dat is geen skippen. Skip. Zo kun je niet zijn. Skip die kers, ik wil mij eens. Laat jij eens zien hoe het werkt. God. Je ziet het balletje drijven. Ja. Dan ga je hem heel rustig inhalen en je ziet dan hier de diepte en de watertemperatuur. Ja. Kijk, wel 0,9. 0,9 meter. En stel dat er nou weer staat, dan zie je dat ook. Of een obstakel, of een vis. Nou, kunnen jullie best wel duidelijk zien dat het nou niet zo heel bijzonder is, het water. Nee. Ja hoor, gaat ie hoor. Ja, homo. Homo. Zo. Ja. Het is niet normaal. Wat heb jij nou meegenomen? Dit is lekker. Ja, even voor de games, hoor. Even lekkere stukken kip. Van kippie in de marinade. Ja, we mogen niet klagen. Kijk eens, hebben we flink wat bordjes mee. Nou, is de helft natuurlijk kapot van. Kijk, een mooi bordje voor jou. Prachtig. Kijk, hier hebben we er nog mee. Ja, altijd kwaliteit bij de visteam. Altijd kwaliteit. Maar het is nu een uurtje of 9 en ja, het is best wel donker eigenlijk, hè? En we hebben nog niks gevangen. Maar ja, kijk. Ik ga tenminste echt presteren. Een lekkere burger. Ja, wat denk je hier dan? Oh, kijk dan. Nee, maar we moeten wel in ons eigen stijl blijven. Ja. Kippenpootje, ouwe gek. Ja, oké, ik wou die burger ook wel, maar jij wou me niet geven. Wat gebeurt hier nou? Is het lekker, jongen? Daar heb je mooi, jongens. Ja, dames en heren. Het is raak. Het is fucking koud. Kijk hoe mistig het is, hè? Het is 00:30, denk ik. Ja, het is 00:30 s'nachts. En ik heb een 30er eraan. Ja, denk je? Nee, ben je gek. Ja, maar wel lekker, man. We zaten te twijfelen, gaat het nog gebeuren voor het slapen gaan? Het voelt wel beter dan een Westlandse knol. Zo, maar het is fucking koud in één keer. Terwijl het volgende week gewoon weer 26 graden wordt, hè? We hebben nog even fans. Sowieso. Yo, lekker bijschijnen, hè? Al die stoom gek. Zo, wel lauw dat we daar even eentje hebben. Maar ik denk, ja, is het groot, denk je? Nee. Net voordat ik weg wou gaan. Ah, joh, vis is vis. Ik ben er blij mee. Dat is zeker. Nou, laat hem eens even zien. Zo. Kom maar, jongen. Kijk, is die dan? Hij is best wel lang, hij is niet dik. Maar toch leuk om de eerste vis te vangen voor het slapen. Oh. Zo. Dat is het allemaal. Doe eens normaal. Nee. Doe rustig. Oei, je bent helemaal zeker. Kan je zo druk worden, hè? Ja, één foto channel. Kom. Hey, die andere. Jij weet. Ja. Ja. Oh, what the fuck? Ja, hier is de andere. Ja, grap, gooi die andere maar terug. Oké. Dames en heren, Chit is een vis. Ja. En hij staat al met de volgende te drillen. Het is een gekke ijs. Zo, maar deze gaat er wel echt wat harder vandoor, man. Ik hoop het wel. Oh. Rustig. Ik zweer, deze is best wel sterk. Ik weet niet hoe dat kan. En hij zit helemaal die hoek in. We hebben geen foto kunnen maken van die vis, maar ja, dat komt omdat de volgende er al aan zit. En deze is echt sterk. Ah, genoeg filmpjes en foto's. Hey, geef die camera maar. Genoeg filmpjes. Oh. Zo, deze ging echt hard vandoor. Zo, jij trok bijna die hengel van die steen, hè? Het schat. Ja. Zo bijna. Ik heb hem live gefilmd, hè? Ja. Drun. Ja, fucking ziek. Oh. Zo, het is heel lastig te filmen. Oh, is hij voor? Is hij sterker? Sterker, het is nog niet groter te zijn. Zo, je ziet er slecht op de film, jongen. Een spiegel. Een spiegel? Voor mij wel.
Oh, nee. Oh, weer een schuppie. Zo, het staat er slecht op, jongens, maar... Excuses, we moeten even de nieuwe geheugenkaart pakken weer voor de andere camera. Ja, schept iemand hem even? Lekker, ja, ik ga hem scheppen, hier. Laat hem gaan, hij zit er zo aan. Oh, hij gaat echt niet over. Ja, we gaan even kijken. Moet de stikker? Hangt die? Ja, hij hangt nog wel. Hey, lekker man. We sliepen echt net een half uurtje zo, hè? Ja, echt. Hij dus... had eerst helemaal geen run. Toen ging hij toch even nog van vandoor. Dus ik denk niet dat... Goeie slip even ietsje zwaarder. Juist. Wel koud. Ja, het is echt koud. Kijk, het is fucking mistig. Je ziet het echt vrij... Ja, niet zo heel goed. Maar toch weer van die hoek, hè? Elke keer die hoek, hengel. Ja. We zeiden het nog van tevoren. Maar ja, zal het eindelijk een dikke vis zijn of is het weer een knol? Nou, ik kan hem zo binnendraaien of de zak stond. Goedemorgen jongens, het is 9 uur. Chit is lekker kip aan het bakken en jawel, jawel, hij heeft beet. Kijk eens even. Wat is het? Hij komt helemaal naar mijn troef zwemmen. Het is echt een brazen of zo. We hebben hier de grootste vis van de sessie in het net zitten, denk ik. Kijk eens even jongens, goedemorgen. Het is echt een hele kleine, maar... Oh, hij is er af. Hij is er af? Ja. Nee, helemaal niet. Helemaal hoor. Oh nee. Wat zeg je nou? Hij zwemt gewoon hierheen. Ik wou net zeggen. Of het is echt een brazen. Nee, toch niet. Maar doe je slip even iets dichter. Hij gaat er ineens gewoon door. Kut, maar hoe ga ik scheppen terwijl er nog een vis in het net zit zonder haak? Ja, ik leg die vis heel eventjes hierin. En dan, of ik heb nog wel een zak bij me. Ja, best. We zakken hem wel even en dan kunnen we zo meteen samen op de camera. Ga ik met jouw vis op de foto en dan steel ik even jouw veem. Ja, kan wel. Ja, maar met die kleine. Dikke spiegel, let me op. Ja, best. Ik hoop het. Het is wel lekker weer. Het is wel echt lekker weer inderdaad. We mogen niet klaren. Zo, dit is toch wel lekker, hè? Dit is toch wel lekker. Voor de vierde keer vandaag. En er ook nog één verspeeld, hè? Ja. Alles van die hoek, we zeiden het van tevoren. Eentje niet. Nou, hoe zielig wil je het hebben, gewoon, hè? Ik wist het al. Deze gooide ik zo goed in, ik wist gewoon alweer dat hij af ging lopen. Het moest wel, hè? Zo, hij gaat hard naar rechts. Kijk, je ziet al dat het een bak is. Hoe groot is die, denk je? Ja, weet ik niet. Oh. Zo, dat is wel flinke knol, denk ik. Hoe ben je zwerven die vis in die mat dan? Ja, best. Ik zet even de camera op het statief. Oké, mensen. Moment van de waarheid. Oké. Nou, de man. Hij zit met zijn lijnen door elkaar heen. Hij heeft een vis in het net zitten en de andere vis zit er ook in. Ja, ja, de baas. Twee vissen in het net. Oké, weliswaar alle lijnen door elkaar, maar dat mag de pret niet drukken. En de ergste knol ooit. De ergste knol ooit, maar je mag niet klaren, pik. Vier vissen. Ja. Oh, dit is genieten hoor, jongens. Heerlijk. Oké, we zijn weer terug. We hebben de andere camera weer. En kijk eens, daar is die hoor. Basie, vertel het eens even. Knol 1. 0-2. Hoppa. Maar jongens, vis is vis. Ja, ze zijn niet heel goed, maar het is wel even lekker toch? Ja, nou, wel even lachen. Daar zijn ze hoor. Ja, boys, lekker. Twee visjes. Oké, okay, ze zijn niet heel groot, eerlijk is eerlijk, maar... Punt 12, mooi rugvinnetje. Ja, ze zijn wel punt 12 inderdaad. Hey, schatjes. Schatje. Even kusje. Oh, lekker doen hè. Nou, even een fotootje schieten en dan mogen ze zwemmen. Want... Ja. Voor de rest even kijken of er nog eentje uitkomt en hoe lang wil je nog blijven zitten? Ja, uurtje of anderhalf en dan naar huis. Best. Prima. Vis gaat even trainen toch, even een workout ochtends. We zijn net wakker. Zo, mijn lijn loopt hier nog. Ja, dat maakt niet uit. Oké, ik gooi hem gewoon even zo in het water. Ja, die kant is echt fucking hoog. Ja, wat een visjes. Dit is toch lastig, man. Hoppa. Ja. Die is ook door. Kijk eens. Helemaal top. Hey, lekker pik. Goed gewerkt. Players. Yo, 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 yo. Staat hij hoor, de hengel binnen te draaien. Laatste hengel wordt ingedraaid. Dus einde van de sessie. Ja toch. Hey, allemaal beste geslaagde sessie. Beste sessie. Vier vissen, één verspeeld. Daniel, nul vissen. Nul verspeeld. Kijk, die kreeft er hè. Hier, film. Ja, als jullie er ook last van hebben, zet het even in de comments.
Kijk eens, niet alles helemaal kapot gegeten, beulies eraf. Hey, mijn kut. Ik had er met één engel ook last van. Die andere engel had 4 vissen gevangen. Ja toch? Maar ja. Vond je nou een leuke video? Zou ik zeggen, doe even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Abonneer voor meer, doe dat gewoon. Ja, klik hebben... hier zo, op dit knopje. Hier zo. Ja. Ja. We hebben binnenkort weer een hele dikke opnameplanning. Allemaal bekende mensen. We gaan weer door met de serie Carper Fishing Met. Ja, ja. Noem jij alvast een paar namen. Sneak preview. Ja, ik mag niet te veel zeggen, maar sowieso komen bijvoorbeeld Jomers over te, maar bijvoorbeeld ook een Eddie Sterks of een Eddie Sterks, hè, mensen. En Daniel Weijers bijvoorbeeld van Sportvissen in Nederland. Weet je, we hebben genoeg namen, maar ja, allemaal de binnenkort hebben we de Frankrijk video. De Frankrijk video, Euro video en Thailand video. Dus duimpjes omhoog en abonneer! Ja, toch?